Wat is er toch met onze gemeenschap aan de hand, mensen? Dus ik heb geen enkele belang om dingen haram of halal te verklaren. Geen enkele wereldse belang, laat ik het daarop houden. Als iets haram is, is het haram. En als iets halal is, is het halal. En het lijkt erop dat vandaag de dag mensen emotioneel geraakt worden. Op het moment dat je zegt het deelnemen, het participeren, het meedoen, het kijken naar een WK-voetbalwedstrijd is haram. Mensen worden verdrietig, worden boos, worden agressief, beginnen te schelden. Het eerste wat je zou moeten vragen als je een oprechte moslim bent die zijn geloof op nummer 1 heeft staan. Hoezo is het haram? En wie zegt dat het haram is? Weet je, als je daar een antwoord op krijgt, prima. Krijg je daar geen antwoord op? Zou er eigenlijk iets in jou moeten zitten die dan toch denkt, ik moet dit even uitzoeken. Wat als die gelijk heeft? Weet je, ik bedoel, kijk hoe makkelijk we omgaan met zaken. Maar, om nog gelijk even te komen over halal haram, het laat ook zien hoe diep wij zijn gezonken als gemeenschap. Dat we moeten praten over zaken die overduidelijk niet oké zijn. Overduidelijk haram zijn. En altijd komt er iets terug in deze hele discussie, in deze hele gezeik. Maakt niet uit met wat of het nou gaat op de verjaardag van de profeet, vrede zijn met hem of andere zaken. Altijd maar die ja maar. Ja maar. Of ja maar mijn intentie. Doet er allemaal niet toe, mensen. Doet er gewoon niet toe. Haal gewoon je bek. Het zijn eenmaal islamitische regels. Hoe kan jij je vrouw naar 22 mannen laten kijken die niet de juiste kledingvoorschriften aan hebben en waarvan de aura dus te zien is? Als man zijnde zou dit eigenlijk niet mogelijk of kunnen bestaan in jouw hoofd. Maar dat je samen met je vrouw ernaar kijkt, of je dochters daarna laat kijken, is weer een vorm van een dejoes zijn. Waar is je jaloezie? Die gera, die gezonde jaloezie. Waar is die mannen? Wat is dit voor gezeik? Tribunes. Gemixt. Mannen en vrouwen. Ja, maar in de trein zit je ook gemixt. Hou je bek, man. In een trein is een hele andere setting. In een supermarkt is een hele andere setting. Kop naar beneden. Je doet je ding. En je gaat weer weg. Je koopt pak melk. Tenminste, ik wil dat je terug gaat naar je vrouw. Je hebt een bepaalde volk die natuurlijk melk halen en niet meer terugkomen. Maar dat is een heel andere discussie. Of je zit in de trein. Je gaat van A naar B. Je hebt een doel. Maar ergens in een stadion zitten. Juichen. Blij zijn, samen, want je bent samen voor een team, voor het land. En dan uitbundig lopen schreeuwen, wat islamitisch gezien niet kan. Oh, helemaal niet bij vrouwen, begrijp je? De tijd die je daaraan verspilt, het verspillen van tijd is ook een interessant iets om uit te zoeken in islam, begrijp je? Om nog te zwijgen over het feit dat er ook enorm veel sponsoren zijn die dit organiseren. Die haram producten, diensten leveren. Denk aan gokken, denk aan alcohol. Begrijp je? En dit lijkt allemaal zo normaal tegenwoordig. En natuurlijk, kijk, over het algemeen, haram. Er zullen er geleerden zijn, die heb je, die het dan hebben over voetbal is halal. Ja, jij en ik, als we de juiste kleding aan hebben, ergens op een grasveldje, zonder premie, zonder betalingen. Zonder dat het veel tijd van ons vreet. Zonder dat we onnodig blessures oplopen. Wij zijn allemaal voorwaarden. Zonder dat we het gebed verwaarlozen. Dan is het inderdaad halal. Begrijp je? Maar in een setting zoals een WK, schrijf dat op je buik. In de WK's van 50, 60 jaar geleden. Begrijp je? Om dan, nu wil ik een sprongetje maken. Nee, Sheikh Albani, mogen alle tevreden over hem zijn. Geboren volgens mij in 1918 of zo. Mooi in begin 19e. Was heel anders. Zelfs hier op de Nederlandse stranden in de jaren 60 waren mensen bedekt. En heb ik het over ongelovigen, heb ik het over Nederlanders, heb ik het over christenen. Maar die tijden zijn veranderd. We zien nu in de tribunes, als je voetbalwedstrijd kijkt en je zit daar met je vader en je moeder en iedereen zit te kijken. Zie je gewoon bepaalde vrouwen van de borsten eruit springen. Of strakke kleding, vooral die Braziliaans. Weet je, strakke kleding. Je ziet hun pushje gedag zeggen aan de hele wereld. De camera's zijn natuurlijk, iemand zei dat tegen mij, een vriend van mij. De camera's van toen zijn ook niet van nu. Je ziet alles haarscherp. Alles wat je ziet, weet je al van tevoren dat je dat ging zien. Begrijp je? Daarnaast, de vreugde. De extreme extase. Voor wat? Waarom ben je zo blij?
Je zou moeten janken, je zou moeten huilen, want ik ga jullie nu iets vertellen en dat zweer ik bij alles beginnen te huilen. Bijna niemand heeft tijdens de wedstrijd van Marokko, dat ze aan het voetballen zijn, het gebed op tijd verricht. En dat nog in de moskee voor de mannen. Weinig, kan ik jullie vertellen. En degene die dat wel hebben gedaan, zoals ik, die geen fuck geven om voetbal, hebben ook nog het gebed verwaarloosd. Want zelfs ik zat tijdens het bidden te denken van, wat als Marokko vandaag Spanje eruit trapt? Ja, dat is eigenlijk best wel lekker voor die klote Spanjaarden. Maar voor alles wat ze ons geflikt hebben. En ik zat al vooruit te denken, ja, die Frankrijk, die moeten pas verslagen worden, begrijp je? En zelfs ik, die helemaal niet bezig is met die hele bullshit en er zelfs op tegen is, was al afgeleid. Laat staan iemand die daarnaar kijkt en echt graag wil dat Marokko gaat winnen. Dan opeens de knop op nul zet of omdraait naar de moskee gaat en totaal daar niet mee bezig is. Onmogelijk. Onmogelijk. Begrijp je? Hoeveel voetbalwedstrijden hebben jullie gezien? Dat er niet werd gevloekt. In elke huis wordt gevloekt. Of het nou alleen aan shit is, je mes. Het meest voorkomende woordje is denk ik de ziekte kanker in combinatie met de oudste beroep van de mensheid, het zijn van een hoer, begrijp je? Maar een en al gescheld, een en al gevloek en dan weer een en al enorme gejuich waar ik het net over had. En zoals ik al zei, in een eerdere post van mij, het is brood en spelen. Het houdt het volk bezig met onzin. En ik hoop dat er een moment komt dat mensen wakker worden. En dat ze dat ook echt inzien. En dat ze zich niet laten gedragen als letterlijk als schapen. Die voetballers geven geen fuck om jullie moeders. Geen fuck. Geen fuck. Wat hebben zij betekend voor jouw gemeenschap, voor onze gemeenschap, islamitisch gezien? Wanneer ze op tv komen, durven ze ineens te spreken over homo zijn en dat het verboden is in islam. Op die bana vorige keer prachtig gesproken. Voor de rest, ik wil geen eens namen noemen. In Qatar, daar is het. Begrijp je? Wat hebben zij betekend? Scholen die gesloten worden door deze onderwijs. Het NCTV, de AIVD, die gewoon liegen over het Haga Lyceum. Waar zijn die voetballers die dan hun podium gebruiken om op te komen voor onze islamitische belangen hier in Nederland? Waar? They don't give a shit. Ze willen geld verdienen. Ze vullen hun zakken. Jij bent de mogol. Jij kijkt daarna. En uiteindelijk zijn wij degene die hier de boete, zeg maar, moeten betalen in Nederland. Of we moeten vechten voor bepaalde vrijheden. Zoals het dragen van een niqab. Begrijp je? Wat natuurlijk een vrijheid van godsdienst is. En wat de meeste van onze vrouwen helaas niet meer doen. Behalve als Mark Rutte zegt, nu moet je je gezicht bedekken, want er is een virus, bla bla bla. Opeens zien ze allemaal bedekt. Met naar Allah subhanahu wa ta'ala luisteren ze niet. Naar onze profeet luisteren ze niet. Maar als Mark Rutte het zegt, dan luisteren ze wel. Angst voor Allah profeet hebben ze niet. Behalve als ik misschien hun filmpje repost. Dan opeens is de hele wereld te klein. Subhanallah, dat is de tijd waarin wij vandaag leven. En dan vragen mensen aan je, wat is haram? Een vraag die ik beter aan jullie kan stellen. Wat is er halal aan?